naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturu TV. En we zitten met de heer Derek Curry. Hij is voorzitter van Stichting Witru Serenang. En we hebben morgen 20 oktober Wereldwaardedag. En er staan afvragen van, welke dag is dit nou? Wel, Witru Serenang gaat aandacht besteden aan deze dag. Dus we zullen meer weten over deze dag. Maar eerst over Stichting Witru Serenang. Meneer Curry, welkom. Waarvoor staat Stichting Witru Serenang en hoe lang bestaat het al? De Stichting Witru Serenang is op 21 januari van dit jaar via een persconferentie gelaunched, dus bekendgemaakt aan de samenleving. We zijn al iets langer als een jaar ervoor gestart met de discussies. En de bedoeling was om in eerste instantie een webinar te houden over leiderschap. Maar we wilden eigenlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En toen stelde ik in de discussie de vraag, als ik mijn moeder van 96 ga vragen of ze een leider is, zal ze allicht tegen me zeggen nee. Maar voor mij is ze wel de beste leider in mijn leven geweest. En zo zijn we doorgegaan met die discussie en zijn we de zoektocht begonnen. Maar wat ligt dan aan de grondslag van leiderschap? En zo zijn we gekomen bij waarden en normen. En als een kompas, niet alleen voor leiders, wel voor leiders, maar iedereen is een leider. Omdat je allereerst begint met de leider te zijn van je eigen leven. En wil je op kompas blijven van je eigen leven, dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over waarden en normen. En welke zijn jouw kernwaarden en normen? Dus gaandeweg vanuit die discussie hebben we gezegd, hoe kunnen we aandacht besteden in die hele samenleving aan waarden en normen? Of extra aandacht besteden aan waarden en normen? Zo zijn we gekomen tot de oprichting van de stichting en de launch van de stichting in januari van dit jaar. En binnen de stichting kennen we de drie werkgroepen. We kennen de werkgroep Nationale Dialoog, we kennen de werkgroep Nationale Educatie en we kennen de werkgroep Nationale Communicatie. De dialoogwerkgroep die zorgt ervoor dat we met zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan over het belang van waarden en normen. Dus zijn we allemaal de mening toegedaan dat waarden en normen belangrijk zijn voor ons als individu, maar ook voor de organisaties waar we werken of in het land waar we wonen. Dus dat is heel erg belangrijk. De werkgroep Educatie die helpt mee om ons te voorzien van wetenschappelijke informatie over waarden en normen. Maar die is op dit moment ook bezig met een lesbrief die we willen aanbieden aan het ministerie van Onderwijs, als die ready is, om ook in het onderwijs in ieder geval de discussie te voeren over waarden en normen. In ieder geval het in het curriculum van het onderwijs op te nemen. We hebben daarover met de minister van Onderwijs al eerder in dit jaar ook een gesprek gehad, toen we bezig waren om de stichting bekend te maken, ook op het ministerie. En die werkgroep Nationale Communicatie, die zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk informatie, niet alleen op onze website, maar op zoveel mogelijk onze social media kanalen, maar uiteraard ook via de media. En ik ben daarom ook heel erg dankbaar voor dit interview, voor de geboden gelegenheid om dit interview te mogen doen. We hebben intussen als stichting hebben we een discussie gevoerd met een aantal leiders in de samenleving. Dat was eerder in het jaar. Die discussie is, daar was inleider gehad, professor Jack Menke. Daarna hebben we ook een discussie gehad, een dialoog gevoerd met de journalisten in Suriname. Die waren ervoor uitgenodigd. En daar hebben we Sharda Gange als inleider gehad. En zo proberen we met steeds meer groepen in gesprek te gaan over het belang van waarden en normen. Terugkomend op de tweede vraag. De eerste was
over de stichting Witroes Ranang. Daar heb ik net wat over verteld. En hoe zijn we dus bij Wereldwaardedag terechtgekomen? We zoeken natuurlijk als stichting omdat we het wiel niet opnieuw willen uitvinden. Dus we kijken ook internationaal. Zijn er andere organisaties die zich bezighouden met waarden en normen? En zo zijn we terechtgekomen bij de organisatie World Values Day. Dat is een internationale organisatie. En deze organisatie organiseert ieder jaar op één dag in het jaar een verschillende events waarbij aandacht wordt besteed aan waarden in eigenlijk in ieder land. En dit jaar is Wereldwaardedag op donderdag 20 oktober. En wij hebben dus, we doen ook mee aan de discussies, de maandelijkse discussies van de organisatie van Wereldwaardedag. Om eigenlijk te komen tot de verschillende activiteiten die eigenlijk als organisatie geadviseerd wordt naar de verschillende landen, naar de verschillende deelnemers binnen die organisatie. En die organisaties die gaan dan weer in hun eigen land een aantal activiteiten ontplooien op die dag. En wij als stichting Witroes Ranang hebben ervoor gekozen om dit jaar bij de jeugd te starten. En we hebben daarom een schrijfwedstrijd gehouden onder de jeugd in 3 categorieën. Oplopend van 7 jaar tot en met 25 jaar. En we gaan donderdagmiddag bekendmaken wie de winnaars zijn van deze schrijfwedstrijd. En zo proberen we dus ook jongeren te stimuleren om na te denken over waarden en normen, maar ook hun mening erover te geven. En we zullen deze winnaars ook via onze social media kanalen, maar ook via de pers die we hebben uitgenodigd voor de prijsuitreiking morgen, bekendmaken wat ze precies geschreven hebben. Ze moesten in 200 woorden hun mening geven over waarden en normen in relatie tot welzijn en welvaart in Suriname. Dus dat is heel erg belangrijk. En een tweede waarvoor we iedereen oproepen om op zijn eigen social media kanaal een waarde te kiezen die voor ieder persoon belangrijk is, maar ook voor de gemeenschap waarin je leeft. En die waarde eigenlijk aandacht aan te besteden in een kort videofilmpje en dat te posten op je eigen social media kanaal. Waarom je die waarde belangrijk vindt en hoe je die waarde ook uitdraagt binnen je gezin, binnen de gemeenschap waarin je leeft. En bij de uitzending daarvan ook toe te voegen hashtag World Values Day 2022. Zodat eigenlijk iedereen bij het zoeken naar wat er allemaal gebeurt alleen maar hoeft te zoeken naar World Values Day 2022 en dan terechtkomt bij alle publiciteit over dit onderwerp. Nou komen we naar de noodzaak om een stichting te hebben om over waarden en normen te praten. Is er een noodzaak geweest in Suriname daarvan? Want die stichting heet Witroes Ranang, dus het is gericht op Suriname. Is er een noodzaak geweest daarvoor? Ja, ik denk het wel. We hebben er lang over gediscussieerd. We hebben uiteindelijk ook gezegd van Witroes Ranang kan je vertalen als ons waarachtig Suriname. We zijn allemaal Surinamers en er wordt heel veel gesproken over waarden en normen. Maar uiteindelijk hebben wij gezegd laten we proberen om er extra aandacht aan te geven. En wanneer we als bestuur zeggen we willen er extra aandacht aan geven, dan zijn het natuurlijk niet de bestuursleden alleen. We roepen daarom zoveel mogelijk mensen op om in je eigen omgeving ook aandacht te schenken aan waarden en normen. En met name het belang daarvan. Want vaak doen we het heel erg onbewust. Iets als in het gezin. Ja? De ijskastdeur moet dicht zijn, het huis moet worden schoongemaakt, vuil moet niet in de voorkamer blijven. Dat zijn allemaal afspraken die je met elkaar maakt en met elkaar overeenkomt. Een ander ding is op tijd naar je afspraken gaan. Hoe gaan we daarmee om? Hechten we daar waarde aan of hechten we er geen waarde aan? Praten we er überhaupt wel over wanneer we als vrienden afspraken maken met elkaar en de helft komt niet op tijd? Vinden we dat normaal? Of zeggen we van, dat is wat we met elkaar afspreken. We maken geen afspraak dat iedereen op de juiste tijd komt.
Maar iedereen komt gewoon wanneer hij of zij wil. Nou, de vraag is, hebben we dan respect voor elkaar? Als we zeggen van, we spreken af om 2 uur en de helft komt om 2:30 aandansen. Is dat respect hebben voor elkaars tijd? Dan hadden we ook 2:30 kunnen afspreken met elkaar, als dat iedereen beter uitkomt. Dus het punt is, spreken we ons uit wanneer iets, een gedrag van een ander, van vrienden, het kan familie zijn, maar het kan ook aan het werk zijn. Spreken we ons uit over gedrag waar we het niet mee eens zijn. En gaan we met elkaar in gesprek over wat zijn nou die collectieve waarden en normen waar we ons als groep, als buurtvereniging, als sportvereniging, als bedrijfsorganisatie, als vrijwilligersorganisatie, spreken wel af aan welke waarden en normen we ons willen houden. Dus om die reden zeggen we, het is belangrijk. Maar als we überhaupt tot een conclusie komen waar iedereen zegt van, nou, dat is helemaal niet nodig, dan is de stichting snel opgedoekt. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is, want we merken ook dat de afgelopen dagen is er wel iets dat is gebeurd, het pesten op school. En dat een jongen hier is gepest op de school vanwege zijn geaardheid. En dat heeft toch wel voor wat opschudding gezorgd in de samenleving. En de stichting gaat zich nu richten tot jongeren met het ministerie van Onderwijs. Hoe kijkt u naar dat aspect? Wat is uw boodschap wanneer het komt op pesten op scholen onder jongeren? Ik heb vorige week een motivational talk gehouden voor leerlingen van de 4e klas van het VWO 4. En dit is een van de onderwerpen die ik benoemd heb, namelijk bullying, het pesten op school. En er zijn 2 kanten aan. 1, de persoon die gepest wordt, hoe ga je daarmee om? Maar ook de personen die pesten zelf. En vaak wordt het gezien als macho gedrag. We zijn stoer. Nou, ik zeg, niets is minder stoer. Het is gewoon zwakte. Betekent, ga naar jezelf kijken en respecteer anderen ook. En wanneer je anderen respecteert, dan behandel je met respect. En je doet alleen maar dingen om ze zich beter te laten voelen. En niet om ze zich slechter te laten voelen. Want iedereen heeft wel een probleem waarmee hij of zit. En dat staat niet op je gezicht geschreven. Ja? Dus ik zeg altijd, never judge the book by its cover. Behandel iedereen met respect. Behandel iedereen op de manier zoals jij behandeld wenst te worden. Als jij niet gepest wil worden, doe dan de ander ook niet aan. Is er zelf aan deze dag een wereldwaardendag een thema aan verbonden? Ja, dit jaar is het thema de gemeenschap. Dat is vanuit zeg maar World Values Day meegegeven. En daarom is ook de oproep naar een ieder in die gemeenschap om zich uit te spreken over, maar welke waarde is voor jou belangrijk? En waarom is het belangrijk voor jou? Maar hoe draag je het ook uit, die waarde in je omgeving? Als ik zeg, ik heb respect voor mensen als dat belangrijkste waarde, betekent dat ik altijd op tijd op mijn afspraken kom. Dat ik niet met stemverheffing tot andere mensen spreek. En dat ik niemand pest. Iemand zou zeggen van, ja, je moet me accepteren zoals ik ben. Is dat zo makkelijk gezegd? Natuurlijk. Precies. Daarom, ik kom terug op mijn opmerking. Wanneer wanneer je kiest ervoor om op een bepaalde manier behandeld te worden, dan moet je dat ook een ander aandoen. Wanneer je zegt van, je moet mensen goed behandelen. Als jij goed behandeld wil worden, en ik denk dat dat geldt voor ieder, doe dan hetzelfde ook naar andere mensen toe. Als jij niet gepest wil worden, doe het de anderen ook niet aan. En wat gaat de stichting na deze dag nog verder doen? Er is een schrijfwedstrijd onder jongeren. Hebben jullie de jongeren een beetje ingelicht over, informatie gegeven over hoe ze zullen gaan schrijven en weet je, informatie geven over waarden en normen. Wat gaat de stichting nog verder doen? Ja, we hebben geen richtlijnen gegeven aan de jongeren. Omdat wat we stimuleren is dat er moet gelezen moet worden. Je moet gaan lezen, je moet jezelf gaan educaten, opleiden over het onderwerp waarden en normen. En daarna hebben we ze vrijgelaten, de leerlingen. Maar wat we stimuleren is om tenminste het gesprek aan te gaan. Door deze geschreven teksten die van jongeren komen,
ook te delen, hopen daarmee ook via hun bijdrage die discussie over waarden en normen ook verder te stimuleren. Niet alleen binnen de deelnemers, maar ook bij de lezers van deze geschreven teksten van jongeren. We hebben in ieder geval alle deelnemers ook bedankt. Ook als ze niet in de prijzen zijn gevallen, hebben ze bedankt voor het feit dat ze zich hebben ingezet om een bijdrage te leveren. Want daar begint het mee. Je gaat niet altijd als eerste eindigen. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen ermee. Je moet blijven doorgaan. Wat de stichting verder zal doen, is natuurlijk met steeds meer groepen in dialoog gaan. En wat er gebeurt op zo'n dag is dat we die dialoog ook vertalen naar onze communicatie op social media, maar ook bij de traditionele media. Daarom hebben we eigenlijk de media ook als onze strategische partner aangemerkt. Omdat wat we ook niet doen, we hebben de media nodig om het geheel te brengen ook naar die samenleving. Daarom zal die prijsuitreiking, daar is de pers ook voor uitgenodigd, om in ieder geval aandacht te schenken aan die jongeren die zich hebben ingezet om hun mening te geven over waarden en normen. En we hopen dat daarmee niet alleen andere jongeren worden gestimuleerd, maar ook die hele samenleving wordt gestimuleerd. Want voorbeelden zijn niet alleen maar oudere mensen. Voorbeeld kan ieder zijn, zolang je maar positief uitspreekt over een bepaald onderwerp. En niet vanuit alleen maar kritiek leveren. Ja? Geef je eigen mening. En natuurlijk mogen er meningsverschillen zijn. Dat is denk ik juist goed wanneer je met elkaar in discussie gaat. Maar een discussie hoeft niet te leiden tot een ruzie. We moeten leren elkaars verschillen van mening ook te respecteren. En hetzelfde geldt de seksuele geaardheid van mensen. Dat moeten we leren respecteren. We hoefden er niet aan mee te doen, maar het is wel een ander persoon. En we moeten iedereen leren respecteren in de samenleving. Meneer Curry, hartelijk dank en wij spreken nu weer. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In me ati, srana. Mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora commit new wheel, Bronzi Albina, Dena Ina still wheel. Dapeye Shisana beautiful, Dapeye Shisana wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dapeye Goshi Sana beautiful, Dapeye Goshi Sane. Warek Motoy Fool, Okangi Mato, Te Ugba Play Dool. Yawe Gostuka, Fuka Bereik Dool, Mawe Kumbaka Srana. De Forbereik Boom, Uzrefe Firen Alibie Eisu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom bakka srana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Hoe pijnig man. Maar de man is veilig zijn. Zo'n rijke land. Ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die bakken.
Ewan atrás, ewan koe si baka. Ubegi papa, uye si mama. Wanda wansi ya faya le ti baka. Trana mushai, waspe ti baka. Begi gadof knapa ufe si embaka. Ewi si fara, maya baswaki. Ta ora lobi in yu ati. Oye fatherland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begint te goede mi dede mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me me biges parno komita dit mi grigi. Who want chins and food, they chins me kanyang. And they want sada Europa o me yari etang. My fears they sre fi le kwan jaja sranaman. Uno hor not lo, tambri binu sre fi. Una de west sranaman. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je sapfata. In me ati, Suriname.